Welkom bij Pulse Model 2 Stuff. Dit is deel 3 met onze kat op de treintafel. Met in ieder geval nog een Trax en een boel ICL, ICK materieel en wat ik nog meer had liggen. En hier rijdt voor het eerst de postbank. Trein. Dat is een fictieve NS1600 die nooit echt uitgebracht is, die nu ook zijn locomotieven verliest, sowieso zijn wagons verliest. Aangezien die toch fictief is, heb ik er DSB en Rheingold wagens aangehangen samen met nog een paar, samen met nog een paar oude Plan W's denk ik. Ik heb wat problemen gehad met hem de afgelopen dagen. Bleek dat een anti-slipband in het raamwerk van de locomotief was, waarin het tussen de tandwielen haast gekomen was. Maar, oh mijn jongen, inmiddels doet hij het redelijk. Ja, hij is nu ontspoord. Er zit een ESU decoder in en die gaf toch wat problemen in het begin. Waarom weet ik niet, maar na een flinke reset en het aanpassen van acceleratiewaarde, acceleratiesnelheid, doet hij het best goed. Dit zijn twee van de 1200 series die ik hier heb rijden. Eentje heeft helaas een kapot hek, maar dat is nog wel te lijmen. En er staat er nog eentje stil. Een van deze drie heeft een decoder en kan dus op een digitale baan rijden, maar heeft ook DC conversion aanstaan, zodat als je die op een analoge baan zet, die ook doet. Welke van de drie weet ik zo snel niet. Dat wordt dadelijk ook nog leuk bij het terugplaatsen in de doosjes. Hier is er eigenlijk allemaal nog niets aan gedaan. Deze heb ik overgenomen van iemand en heb ik er plannen mee. Goederen of passagierstreinen te laten trekken. Op zich zijn ze qua motorvermogen stevig genoeg om een lange trein te trekken. Ik heb ook mijn 1600 tevoorschijn gehaald. Die staat op een zijspoor. Het is een dummy. Die hoop ik dadelijk nog eens te laten zien met een duurtrechttrein. Dit is nogmaals een 1800, maar nu met Belgische treinstellen die in Nederland hebben gereden rond de eeuwwisseling voor ter opvang van het materieeltekort. Deze rijdt met een dummy lokker achter die nog ongenummerd is. Zoals ook toen gebeurde, een lok in opzending, zodat ze aan het einde van het traject in Den Haag of in Venlo niet met de lok om hoefde te rijden, maar alleen maar de machinist naar de andere kant hoefde te lopen. Ze hadden er op dat moment genoeg van deze over. Waarom dat dit dus kon. Meestal reed alleen de voorste lok en de achtste lok stond in zijn vrij. En in de Vira-treinen met de Intercity Direct zie je dat beide locomotieven tractie bieden. Hier heb ik rijden mijn 1823, die al eerder langsgekomen is. Maar nu met een stel ICL en ICK materieel, zoals die ook reed tussen Den Haag en Venlo. Ik durf hem niet al te hard te laten rijden vanwege de best krappe zwabber waar die dadelijk overheen gaat. Dus ik laat hem er rustig overheen komen. Deze treinstellen zijn oorspronkelijk geleased of teruggehaald uit Duitsland, ze zijn omgebouwd. Een deel had coupés, waarbij je met z'n zessen in een coupé kon zitten. Het waren best ruime treinen, weliswaar een beetje aan de tijd, maar zeker niet al te oncomfortabel. Ze werden vaak getrokken door een
Ik weet niet of het een 1600 of een 1700 of een 1800 is geweest. Ik heb hier nu een 1800 voor zitten. En ik heb er jarenlang met veel plezier in gezeten. Vandaar dat ik ze dus ook heb. Meer als jeugdherinnering. Ook Amerloof is mooi. Dit is de NS1300 van Lima die ik opgeknapt heb, die nog volledig analoog is. Hij heeft wat moeite met op gang komen, maar na een paar rondjes gereden te hebben, begint hij op snelheid te komen. Er hangt niet zo'n goede transformator aan, omdat ik de wat betere beneden gebruik in mijn schuur bij de voor het testen. Ik heb hiervan de verlichting aangepast, ook gerepareerd en de bekabeling volledig vervangen, want dat was een best wel een zootje. Ik heb hem met name omdat ik hem mooi vind en niet omdat hij zo geweldig rijdt. Ik weet niet of het zou lukken om hier nog wat achter te hangen. Ik vermoed dat hij dan de wissels helemaal niet overkomt. Dat is nu al een probleem. En als ik dan toch analoog aan het rijden ben, kan ik ook mijn 6400 op de baan zetten. Deze had een afgebroken stuk plastic voor de aandrijving van, van een van de wielen. En een tweede rarigheidje wat ik zie, wat me niet eerder opgevallen is, is dat de verlichting aan de verkeerde kant brandt. Dat is misschien op film nog wel te zien. Voor mij moeilijk in te schatten. Het digitaliseren van deze is wat lastig omdat er een vrij kleine decoder in moet en die heb ik zo niet liggen. En ik ben toch enigszins verbaasd over de verlichting. Maar hij rijdt, ik merkte wel toen ik dus deze locomotief erop zette en de 1300 er nog op stond, dat de transformator eigenlijk al niet meer trok en beide treinen stil vielen. Dus dat geeft een beetje aan de kwaliteit van die oude trafo. Ik weet niet of het een goed idee is om hier iets achter te hangen. In ieder geval die vijf bakken van de dubbeldekker die ervoor bedoeld zijn, gaat hij waarschijnlijk niet trekken. Dit is een Lima 1600 serie, de 1605. Ik heb hier een verlichting aan één kant ingebouwd, omdat het idee van deze is dat er altijd iets achter hangt. En die verlichting is afhankelijk van de rijrichting. Maar zoals het een echte Lima behoort, heeft hij wat moeite met dat werkelijk zijn rondje doen. Zo. Dat hij nu zo ontzettend langzaam de andere kant op rijdt is waarschijnlijk een decoderinstelling. Maar aan de achterkant zie je nu wel de rode sluitverlichting, terwijl aan de andere kant, wat nu de voorkant is, er helemaal niets aan lampen brandt. En hij ontspoort ook nog wel eens. Je kunt heel veel dingen doen aan een Lima, maar sommige dingen blijven gewoon vervelend. Dit was het laatste deel van het rijden van de treinen op mijn treinbaan. De eerstvolgende keer dat ik dit doe, hoop ik dat het op een begin is van een permanente baan. Bedankt voor het kijken, like en subscribe en tot een volgende keer.